In mijn leven heb ik alles probeer. Eens zolang ik leef, zal ik mij alles geven. Ik ben Mathys Roets. Ik zing nu al voor 21 jaar lang. Ik ben nog altijd een muzikant en een pa en avonturier. In 2009 heb ik een motorfietsongeluk gehad en ik ben in een rolstoel. En die ongelooflijke deel daarvan is, ik kan precies nog steeds muzikant wees en een pa wees en avonturen gaan zoeken. Hi, ik is Pusha. En ik ben een actrice en ik ben net een model. Ik doe een beetje radio. Ons het allemaal dat ding wat ons een kick geeft. En avontuur is wat mij een lekker kick geeft. Ik denk die lekkerste deel van avontuur is die droom. Die beplanning. En na die avontuur kun je zeggen, nou is er nog een. Ik heb het dagboek gebracht. Dus ons gaan een lekker lijstje maken van alles wat ons gaan doen. Maar we zijn misschien in zodanig een dijkje in de waterski. Snoeski. Ja. Ah, dit ken ik je weer. Kilimanjaro. Gaan oefenen in die Drakensbergen. Mathys. Poosje. Zo, ons is op pad. Naar een authentieke avontuur. Dit is nou George. So, ons is nou. Ons is een beetje bewolkt nog vandaag. Maar het gaan lekker warm worden. Maar Dries wacht voor ons bij Victoria Bay. Hij is die. Jij hebt nog gesurfd, maar ik heb nog niet gesurfd. Nog nooit in mijn leven gesurfd. Ja, gebodyboard. Dat is de eerste keer. Wait. En Dries is die Zuid-Afrikaanse kampioen op die stadion. Zo, ik krijg die groot guns om mij te helpen. Ja. Ik heb zeker te maken, ik raak hier achter niet. En, dat is zeker verkeerd, als Hamse. En, je mag het niet beter dan ik zelf niet. Maar ik hoop dat ik ze vinnig leren als jij met die andere getest. Ik denk je gaat niet zelf. Voorrecht. Dries met die iwers is. Als ik hem ken, sinds ik hem ken, is hij altijd aan die water. Maar daar is... Ja nee, dat is niet jij wees. Daar surf je ons. Pusha. Pleased to meet you. Pusha, aangenaam vriendin. Pusha, aangenaam kennis. Hoe gaat het? Wat is goed zelf? Ik hoor ik praten met die current Zuid-Afrikaanse kampioenen. Yes, is je wel dan? Yes, officieel. Dat is voor de jongste keer. Superstar. Ja, yes. We hebben ons heel eerste kampioenschap gehad. En we zijn 5 kampioenen gekroond. En 5 verschillende afdelings. Ja, dat is nog ons rare belevenis geweest. Maar ja. Zo, jij zal met de minste bekie kunnen. Ik ga niet in die vlakwater hier zo'n peddel. Zeker, ik snap jou door nog twee keer leren. Vooral van mijn perspectief af. Ja. Ik is nog wel eens opgewonden om jullie te komen. Yes, maar ik denk, het is een beetje daunting. Eerst is het niet weer. Branders lijkt een woord te gedenken. Ik heb het gehoord gesmacht. Maar als je in die water is, dan is je kop net bij die water. Dan ga je dus nog groter. Dat is nog groter. Maar... Zo kan ik daar nog omdraaien als ik wil. Nee, gewoonlijk wat ik doe is, ik laat die ouders net zo één keer dat hij een beetje gerold wordt in die golf. Dat hij net weet wat is die ergste om te verwachten. En als die ijs is gebreken, dan... Ik kan nog nooit van mijn ogen af niet zien. Rechtig? Ja. Wauw. Ik is zeker dat ik veel voor battles kan krijgen vandaag. En jij, Porsche? Hij is gewonnen. Ik heb nog nooit een big bike gesurfd. We gaan vandaag van jou laten staan surfen. Jij moet staan en op. Zij staat, zij is een surfer. Is het? Ja, het is een klein weekend. Mijn wereld, hè? Maybe we can get on your board. Ja, hij heeft een pro surfer. Ja, ik denk dat het een klein surferboardje is. Nee, ik kan niet. Nee, ik kan. Nee, maar gaan het gaan. Ja, ik moet eerst mijn schoenen uitdragen. Ik kan niet zien. Ja, ik wil niet zien. Waarom stand is hier gewonnen? Ik weet niet wat jouw bevinding is met jouw benen in die water, nie, maar mijn spat en gaan mal. So ek het een zip aan mijn benen vastgemaakt wat ik zwem kan hou, want ik surf een beetje dit grote goed als dit. En veiligheid rondom jouw benen en je hebt onderaan en nie weet spierweerstand is en so, en kan jy een beetje beserings opdoen als jy nie moet jezelf kijken. So, wat ik gedoen het in die begin, toe ek begin surf het, nou hier is nou vir bodyboards. Wat moest nou flippers heet, weet je, die goeders, hou je flippers bij elkaar. So, ek het gebodyboard voor mijn ongeluk, so ek het een klomp van hierdie goed gehad. En wat ik toen een dag probeer het, is om net soos boeie te maken, wat ik mijn enkels weer vastmaak.
En dan hou my bene by mekaar en dan val hulle nie langs die kant van die surfboard af. O, ook ja, dit maak sin. Ja. Ons het die myne het nou al bietjie geëvolf oor die tyd. Hy het heeltemal aangepas en anders begelyk. Want, jy weet, die see is nie... Dit is een speelveld leveler, jy weet. Hy maak alles gelyk. So, ek het nou achtergekom as jy nie... Ek het al so baie van my gekies verloor, want die groter surf, dan hulle rik kom heeltemal. Maar wat ons vandag gaan doen, die condities wat hier is, gaan baie perfect wees. Wetsuit gewys, ek het vir jou een super stretch rechte surf wetsuit. Maar dit is nou een van die nieuwe soort met die gaatjie hiervoor. Ek het nie my swembroek lenen nog in die kar. Gaan sonder die swembroek in die kar. Skies? Sonder die swembroek. Hoe kan ek dit hier doen? Ek doe dit gewoonlik op die strand, maar ek het al een goeie klap oor en niks. Ja, ek het dit pas so doen ook, ja. Hier is niemand hier nie, man. Ja. Nee, maar dit is bykie ver om terug te kom tot daar. Baie moeite. Jy sit in die rolstoel, Nee. Jy kies jou draai. Ek sal een pol die boord so recht opbouw, dat is een bykie... Shield. Een blok hou, ja. Ek gaan hier by julle sit, hallo. Hallo. Terwijl julle aantrek. Hoe ken julle vir Dries? Ek ken vir Dries van universiteit daar af, op Stellenbosch. Ons was in diezelfde kooshuis. Ek het hom leer ken toe hy omtrent net sy ongeluk gehad het. Maar hy doen allerhande. Hy doen alles. Niks hou hom terug nie. Nee. Wat is hierdie extreme ability ding wat hy doen? Die extreme ability het hulle begin, was sy initiatief om... Hy het gesurf voordat hy die ongeluk gehad het en hy wou iets weer doen waar hy kon competeer op sy eie vlak waar hy nou moes aanpas. En hy wou dit met mense deel. Dis ek om Mathys hom seker nou gevraag om hom te kom leer. So ek sien ek mooi. Ek dink hulle gaan het baie geniet. Ja, ek dink hy gaan ook ontraak in dit. Ek kyk of hulle klaar is. Geniet het. Dankie. So met een langer boord, soos die ene, kan hy sy mens leer op die boord. Kera, so nou het jy hierdie rubber grip wat die wetsuit toe het op die boord stevig hou en het jou handvatsels daarvoor wat jy kan aanpas hou. Jy weet, en dan met jou elmboe stit jy nou jouself om die boord te beheer. So jou voorarms boord basis deel van die boord. So, are we ready to surf now? I'm ready. Oh, awesome. Dries wat ons gewys om het te doen, wat is my ongelooflike ervaring om weer vir die eerste keer in die see te kan wees en net so klein bietjie daarvan te kan ervaar. Ja, hoe goed is Dries nie, nie? Op sy eie het hy reg gekry om adaptive surfing in Suid-Afrika te vestig. Lekker avontuur met lekker mense.